Wessel ook. Wessel is er ook niet. Wessel en ik zijn de enige twee die niet aan het werk zijn. Dus, Wessel en ik zijn aan het werk. Slapen. De rest is aan het werk. Al die andere 58 vrijwilligers zijn nu aan het werk. Kijk, die zijn daar. En wij zijn hier niet. Wij zijn aan het slapen. Zeg even dat je aan het slapen bent tegen de mensen. Ik ben aan het slapen. Ik ben hier niet. Ik doe ook helemaal niks hiervoor eigenlijk. Het is bijna 12 uur, hè? Dan kan je zeggen dat het de day before kick-off is. Ja, bijna kan ik dat zeggen. Ga dan je eerste maal. Dit is een toffe show trouwens, stappen om slapen. Ja, denk ik. Lekker beuken. Ja. Ja, was cool. Nou. Vind je het leuk, de camera? Of vind je het nu al kut? Dan halen we die ook weer weg. Nee, dit is het. Ah, ik vind het prima. Zijn mensen niet verstijven, hè? Zijn mensen niet verstijven? Zijn radio DJ's die al 30 jaar radio maken, die de meest niet meer kunnen als de camera bij hangt, hè? We gaan trainen. We krijgen al meteen ochtendgymnastiek. Nee. We krijgen eten. We krijgen een half kippetje als ontbijt. Mooi. Half kippetje, hè? Gewoon met groenten en aardappeltjes is ons ontbijt. Hè? En gezond hoor. Dat zijn de eerste twee uurtjes. Check radiorecord.nl en check mij morgen of zo. Ik ga slapen. Hoi. Dat rust, Remco. Dat rust. Hey, mijn jas. Dan ben ik weg. Hoe lang blijf jij hier nog, Wessel? 5 minuten, denk ik. 5 minuten. Dan ja. Tief je ook op. Ja, dan ga ik ook lekker slapen. En dan nog veel te doen. En, even in coma liggen. En dan, ja. En dan echt tot maandag gewoon een gie gaan slapen? Of, ja, je wordt toch weer wakker natuurlijk. Nou ja, morgen moet er nog heel veel gebeuren. Dus, en ook dingen die jij moet doen? Of, ja, dat moet morgen. Dit is hem, dames en heren. Dit is hem. Wessel! Kijk. Morgen, dan heb ik ook wat te doen. Nu heb ik eigenlijk ik heb de ramen gelacht. Maar voor de rest heb ik vrij weinig gedaan eigenlijk. Ja. Maar morgen dan is veel te doen. Oké. Okay. Dus, een drukke dag. Dus jij bent morgen hier, wou je zeggen? Ik ben morgen de hele dag hier. Dus als je langs wil komen, je don't say. Zou je gewoon langskomen, Jansweg 47. Ga je überhaupt nog eens naar bed voor maandagochtend, 7 uur? Of, ja, nu even? Nu en hopelijk maandag, zondagavond. Ja. Dat ik ook kan slapen. Dus, hoe schat jij je kans in voor deze wereldrecordpoging 80 uur radio maken in teamverband bij Haarlem 105? Ik denk 89,9%. 89,9, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Kijk, je bent ad rem. Ja. Maar het is de vraag of je over een paar etmalen ook nog zo ad rem bent. Ja. Ik ben er net. Het zal wel leuk worden. Ja, dus. Remco. Slapen, hè? Ja. Hoi. Slaap ze. 14 minuten over 2. We hebben nog maar 3 kwartier te gaan. Heel even af en toe te terugkijken. En ook allemaal van die momentjes dat je denkt... oh ja, dit is de laatste keer dit, is de laatste keer dat. Het begon een aantal maanden geleden met een... zullen we dit eens doen, zullen we dat eens doen? Toen gingen we promofilmpjes opnemen. Kan je dat nog herinneren? Ja, dat was een keer op een zondag. Ja, dat is nog niet eens zo heel lang geleden... maar dat voelt ondertussen echt als maanden geleden. En toen hebben we Jan Kweenberger ook deze studio ingeschopt. Weet je dat nog? Dat weet ik nog, ja. En dan nu denk ik toch voor de allerlaatste keer... 25 jaar geleden, de start van Haarlem 105. Nu een kwart eeuw later, een wereldrecord. Haarlem 105 schrijft geschiedenis. Wereldrecord radio maken, muziekprogramma DJ-team. 80 uur non-stop. Check voor alle informatie in livestream radiorecord.nl. Nieuws, sport, cultuur en 24 uur per dag de beste muziek. Vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Nou, kom nog dan ook nog maar een liedje aan. Dit is R.E.M. Shiny Happy People. Yay! Het slaat bijna op ons, want happy people zijn we wel. Maar of nou te zeggen dat we nog helemaal shiny zijn. Nee. Hè? We kunnen wel Ik wilde zeggen, ik doe mijn best. Maar nee, ik doe ook mijn best. Ja. Wat Irene Moors vanmorgen zei, is dat we even een beetje moeten gillen. Ja, dat heb ik wel gezien. Ja, heb je wel zin om te gillen? Ja, dan gaan we nog wel een paar keertjes gillen. Deze laatste, wat is het, 40 minuten. Henk, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het? Goedemiddag. Ja, lekker. Ben je aan het doen? Ik zit van jullie tv-programma te kijken. Of ja, tv-programma. Naar de uitzending te luisteren. Ja, te gek. Ja. En wij stoppen met een minuut of 40. Wat ga je daarna doen? Ik ga straks mijn zoontje ophalen. Mm-hmm. En dan hoop ik een paar, ik moet nog even een paar boodschappen doen. En dan even kijken wat we gaan doen. Je moet nog een paar boodschappen doen. Heb je om 4:15 even wat tijd over? Pas voor vijf. Denk het wel, ja. Schalkwijkerstraat, kan je die vinden? Ja, die kan ik wel vinden, ja. Schalkwijkerstraat. Kan ik met jou afspreken 4:15 op de Schalkwijkerstraat?
met mij mag je altijd afspreken op de Schalkwijkerstraat. Dan gaan we doen dan. Het Haarlem 105 zomerprijzenspectakel. Herfst. Het is al lang herfst, maar goed. Ja, maakt niet uit, Job. Henk. Ja. Top. Ja. Gefeliciteerd, je wint een minuut gratis winkelen in dit strandpakket. Ja! Hey, geweldig, helemaal te gek! Hey, mooi om te horen, dit is de vierde en de laatste keer. Ik wens je heel veel plezier, onze televisieploeg zal erbij zijn, dus wij zien het ook vrij snel. Vind je dat eng? Nee toch, hè? Nee, zeker niet. Hij is echt heel leuk. Check anders even de Facebook van Haarlem 105, dan kan je zien hoe het de afgelopen dagen is gegaan. Niet alleen omdat het leuk is, maar misschien kan je er ook nog even wat tips en tricks uit halen, zeg maar. Geweldig, ga ik even doen. Trek die hele winkel leeg. Doe het wel netjes natuurlijk. Maar ik hoop dat je heel, heel veel geld eruit haalt en ik wens je een hele fijne dag verder. Jongens, hartstikke bedankt. Dank en jullie ook nog van harte gefeliciteerd met het record. Dankjewel, hè. Oké, man. Hoi. Doeg. Heb je het geholpen? Ja, wel een beetje. Ah, kom op, lachen, man. Het Haarlem 105 zomerprijzenspectakel. Herfst. Gaan we nog prijzen weggeven? Ja, we gaan nog prijzen weggeven. Mooi. Wat voor prijzen? Een wereldrecord. Oh, nu eerst Ryan Shaw met Real Love. Bam! Hoe gaat het? Goed. Ja, nog niet heel lekker. Maria? Ja? Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Jij had een mailtje gestuurd, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, Maria, we gaan jou het DVD-pakket toesturen. Ik hoop dat het een hele koude winter wordt en dat je heel gezellig lekker op de bank kan zitten en genieten van het Blu-ray DVD-pakket. Oh, wat leuk. Nou, dat vonden wij ook. Ja. Veel meer kan ik er eigenlijk niet aan toevoegen. Kijk even naar Wessel. Heeft de notaris alle gegevens? Als je... Ja. Ja? Ja, waar woon je? In Zaandam? Ja, in Zaandam. Okay. Ja, nee, dan hebben we al je gegevens. Dan hebben we al je gegevens. Ja. Hey, gefeliciteerd en nog een fijne dag, hè? Ja, dankjewel. Oké, eens. Hoi. We kunnen nog een keer Gangnam Style doen. We kunnen nog een keertje Gangnam Style doen, ja. Wat kunnen we inmiddels? Ik vind wel, bij de Gangnam Style wil ik wel eigenlijk al die Haarlem 105 jumpers hier zo meteen in de studio hebben. Even laten zien aan alle mensen die in de studio, buiten de studio staan. Laten zien wat we allemaal kunnen hier. Oh. Dat we zo lekker ritmisch zijn en lekker flexibel. En dat we een gesterkt stelletje vrijwilligers zijn, laat ik het zo maar noemen. We hebben straks nog een beetje rap, dus we moeten niet al te veel rap meer uitzenden. Maar ja, je weet, ik ben op één liedje sinds kort toch een beetje verliefd, hè. Van Lange Frans zeker. Wessel van Opstal. Remco Ree. Altijd bovenop het nieuws en de beste muziek. Dit is Haarlem 105. Wes? Ja? Ik hoor een stemgeluid dat je er weer langzamerhand bovenop komt. Want het stemgeluid gaat omhoog. Maar die oogleden die gaan nog steeds lager. Dus dan moeten we maar... Ja, dat denk ik ook. Jolanda? Ja? Hoe is het? Goed. Ik heb een mailtje van je ontvangen met daarin etentje. Nou, keek ik in jouw e-mailnaam, toen dacht ik, dan is het een etentje voor twee. Ja. Dan wil jij eten bij het enige restaurant in Haarlem dat een ster heeft. Ja. En we bellen je natuurlijk niet zomaar. Nou, ik zou zeggen, trek je gala jurk maar aan. Je gaat binnenkort eten bij restaurant. Oh, en je krijgt vier gangen, een paar aperitiefjes. Je krijgt een kopje koffie na. En er komt een geheel wijnarrangement bij het eten. Dat mag op de dinsdag, de woensdag en de donderdag. Dus ik hoop dat je er heel veel plezier van gaat hebben. Nou, dat gaat hier heel zeker lukken. Dank je, Blijf. Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Ik kijk weer even naar de notaris. Hebben we alle gegevens? Ja, hebben we. Mooi. Ik wens je heel veel. Eet smakelijk en tot snel. Dank je wel. Hoi. God, wat is dat lekker, hè? Zo. Ja? Nog eentje? Ja, je kan ons het schelen. Even een liedje tussendoor? Ja, is goed. Kunnen we dan ook ondertussen alle Haarlem 105 Gangnam Style dansers een beetje verzamelen hier in de studio van Haarlem 105? En iedereen die denkt, weet je wat? Het is toch eigenlijk wel een leuke club, die Haarlem 105 vrijwilligers. Ik dans wel even met de jongens mee in de studio. Komt u allen bij? Ik weet zeker dat we dan ook nog wel tussen nu en drie een andere wereldrecord kunnen vestigen. Hoeveel man kunnen we kwijt op, wat is het, 3 vierkante meter? Jij bent alweer aan het zoeken? Mooi zo. Ze hebben net een nieuw album uit. Dit is nog van het vorige album.
nieuwe album staan ook weer een hoop mooie liedjes op, kan ik je vertellen. Potverdikkie. Maar dit is natuurlijk de plaat samen met de kever waarmee ze groot werden. Dit zijn Mumford & Sons met... Little Lion Man. Tada! Ja, de Little Lion Man, Mumford & Sons. Ja, het is toch een mooie donderdag 11 oktober. Zo'n rustige dag in de hoofdstad van Noord-Holland. Waar zacht een zonnetje overschijnt. En waar de vrienden van de omroep allemaal verzameld zijn in het pand van Haarlem 105. De sfeer is goed, het geluid is mooi. En aan de telefoon hebben we Nancy. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, wat heb je een lekkere smoele stem. Pardon? Wat heb je een lekkere smoele stem. Nou, dan zouden we nog even blijven luisteren. Dan kunnen we wel eens even vies tegenvallen. Zeg, hoe zit jouw haar op het moment? Nou, niet lekker. Nee? Nee, echt niet lekker. Je wil voor de feestdagen graag geknipt worden, begreep ik? Ja, dat zou kunnen, het zou heel, heel erg fijn zijn. Maar dan loop je dus nog 2,5 maand met een... Want de feestdagen, dat duurt nog even. Ja, nou ja, als ik het dan volgende maand zeg maar doe of zo, dan, dan laat ik het er tegen die tijd nog even leuk feunen en zo. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, het zal ons niet uitmaken wanneer je gaat, hoor. Wij vinden het al leuk dat je gaat. Nou, hij komt naar je toe, hoor. Nancy, gefeliciteerd. Oh, ja, lekker, hè? Ja, jullie ook gefeliciteerd, hè, met het behalen van het record. Nou, hey, wij zijn de afgelopen 4 dagen ook door de handen van Mortier onder andere genomen. Okay. Ja, en daardoor kan ik vertellen in ieder geval dat op dit moment de bovenste 10 centimeter van Wessel er nog best wel kwiek en fiet uitziet. Oh, ik, mooi. Nou, dan staat mij wat te wachten. Ik wens je hele fijne feestdagen en een prettig kapsel. Dankjewel. Hoi. Doeg. Laten wij uitspreken dat we nog 2 liedjes doen. Ja. En dat we nog 1 rap doen. Ja. En dat we nog 1 prijs doen. Oké. Okay. Zullen we dat afspreken? Ja. Hoor je het? Ja. Ik zei afspreken. De stem is ook een beetje op, geloof ik. Zullen we eerst... Ja? Marije? Ja? Hallo. Goeiedag. Wil je dat ik een lang verhaal kort maak of een kort verhaal lang maak? Doe maar de eerste. Kan je nagaan, ik ben in mijn hoofd echt zo naar de galamiezen dat ik niet eens meer weet wat ik als eerste zei. Ja, nee hoor, doe het maar zo kort mogelijk voor je. Je hebt een lange tijd. Het Haarlem 105 zomerprijzenspectakel. Herfst. Nou Marije, jij gaat met 4 personen eten bij Knellord en ik wens je een hele smakelijke avond. Nou, super, hartstikke leuk. Tot je dienst en we gaan nog even contact met je zoeken hoe we dat allemaal gaan regelen. Maar jij zit binnenkort bij Knellord. Dankjewel en gefeliciteerd hè. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè. Hoi. Hoi. Hey, weet je wat ik ook leuk vond trouwens? Nou. Gisteravond belden we met Contrust. Dat was een leuk mooi gesprekje, vond ik tenminste zelf. Maar aan het eind van het telefoongesprek, dat vond ik zo geinig. Toen vroeg ik, zou je nog 1 keer eventjes, wat je in het liedje altijd doet. Zou je dat 1 keer nog voor me willen doen? En toen zei hij... Het was een beetje een chaos in de voorbereiding. Het was af en toe chaos in de studio zo gedurende het wereldrecord. Het valt me wel op overigens dat Theo Bassi hier gisteren zat en een striptease act was. Volgens mij was het toen nog drukker. Of, Ja, toen. Nou. Nou ja, het is in ieder geval... Nou, weet ik niet. Nee, ik weet het ook niet. Toch bijzonder allemaal hè, wat er gebeurt. Eens even kijken. Ik heb geen... Je hebt iemand on the phone? Ik heb iemand on... In English? In English. Oké, okay, mag ik die even weghalen? Want ik hoor helemaal niks. Ja. Hello, in English. Misschien moet je hem eerst, ja. Andere. Nee, ja. Ja, nu is hij weggehaald. Die andere. Die 2. Ja. Hello, in English. Hello. Yes, hello. Hey, yes. Who is speaking? This is Wessel and... This is Remco. Yes. Oh, okay. And who are you? Hi, Remco. Hi, Wessel. Here's Fred Hurst. I'm the general manager of the Grand Hyatt Berlin, a luxury hotel in the center of Berlin, and we heard about your record. Congratulations. Thank you. Fantastic achievement. And we would like to invite you both to come to Berlin, stay one night at the Grand Hyatt Berlin, and enjoy your prize, and most probably have a little chat to your... competition radio station over whom you just won. Oh, that's so lovely. Yeah.
It's overwhelming. All day, everything is overwhelming. I have to discuss one thing with... Dat gaan we niet dit weekend of zo al doen, hoor. Ik ben even... Okay, is it okay if we don't do it this weekend? Because we have to be a separate... No. We can arrange that at your convenience. And anytime you would be most welcome, and you come with your wives or girlfriends or whoever you would like to take with you. Well, not, we will not make all you a very, very special treat here. We don't take the wives and the girlfriends all together, because, yeah, well, that gives a little hell. But thank you very much. We like to be stay in your hotel, and we also like to visit the friends of Kiss FM, because, yes. All the radio makers around the world, there is some competition sometimes, but we're all still friends, right? Yes, absolutely. Okay, thanks. Congratulations again. Thank you. See you soon. Bye. Tjus. Bye, Wessel. Tjus. Moeten we dan nog een keer gitten? Nee, ben ik klaar. Wat doe je nou toch weer? Die man maakt al 30 jaar radio, dus snapt er echt nog helemaal niks van. Kijk, dat krijg je dan ook weer. Krijg je babbels. Denk je, oh, wereldrecord, dan gaan we opeens babbels. Sorry hoor. Ik, het respect blijft groot. Denk ik. Mannen. Yes. Zo, eens even kijken hoe we dat gaan doen. We wisselen van microfoons. Wisselen jullie even van microfoons, mannen. Dat is hem ook, hè? Jullie waren er iedere dag, iedere avond, om even door te nemen wat er allemaal was gebeurd. Yes. Zo op de dag. Dat zijn nu 3 uur dagen en 53 minuten verder. Zijn er bijna. We zijn er bijna. We zijn er weer bij. Oh nee, die hebben we al gehad. Nou, ik... dat doe ik dan weer helemaal onhandig. Wessel? Ja? Moet jij nog even iets tegen die mannen zeggen? Nou, ik vond het leuk dat jullie er elke dag bij waren. En ik zeg, go your gang. Yeah. What up, Harlem? Welkom bij Merrick's en Rate Radio. Merrick's en Rate Radio. Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Harlem 105. We zijn aan het aftellen. We zijn er bijna. Heel erg bijna. Woe. Yeah. Is dat Chinatown, Maddox en de Ray. Bestel ook nog steeds je baan in als je lijf ook die laatste minuutjes kan gaan. Groepen is in aanbieding. Nog steeds. Iedereen in Nederland weet wie je bent. Het stokje gaat van Duitsland richting talent. Harlem 105, Maddox, Ray, zijn present. En met 80 uur underground rocken wij je tent. We hebben wat te vieren en de oogjes zijn nog open. We hadden het gezellig, straks is het afgelopen. Records moet je pakken en die liggen hier in huis, man. Geef het stokje maar aan Harlem. Schade voor Duitsland. Ik kan hiervan genieten, net als iedereen die meedeed. Ja, iedereen die meedeed. En iedereen die meeleeft. Doorzetten. Dat is wat het is. We zeggen niet geschoten is toch altijd mis. We tellen af met die ene. Dat is één ding dat zeker is. Want we gaan terug in de tijd. Dit is Telekids. Talent gezien van de nieuwe generatie. En iedereen mag blij zijn met deze prestatie. Laatste loodjes, de tikken van de klok. Slapers op een hoogtepunt, ze willen dat het stopt. We werken nog maar heel even, heel even. En daarna is het kalm als een stil leven. Iedereen is bijna klaar, pijn aan de oren. Niemand kan de uitdrukking 80 uur nog horen. Maar Harlem 105 is gevuld met wat lekkers. En sta je dik gedrukt in het Guinness Book of Records. In Nederland, wie je bent, stop je van haar. Richting talent, Harlem 105. Merk's reven zijn procent. En met 80 uur radio rocken wij je tent. Iedereen in Nederland weet wie je bent. Het stokje van Duitsland richting talent. Harlem 105, Merk's reven zijn procent. En met 80 uur radio rocken wij je tent. 80 uur liefde, dag lieve vrienden. Aan alles komt een eind. Ik zal het wel gaan missen om er elke dag te zijn. Onze eigen stad is na vandaag niet meer hetzelfde. Vandaag klaar Bassie, vraag op stelte. Vraag Bert Snijders over de Harlem's helden. Vraag mijn Wessel over Max en Ray. Opeens deze dagen deed BBQ mee. 80 uur is binnen in een tel en een fractie. Eindelijk geen zombies meer hier op de redactie. Dat is graag, ja het was gruwelijk. Harlem 105, voor altijd als een huwelijk. B-boy draaide heel de avond. Boys werden wakker, boy draaide lekker. We gingen nog harder. Ik zag Hans Klok en ik zag Irene Moors. Nog 3 minuten voordat dit stopt. Best wel spannend, ik zag er binnen lopen. Ja, grote ogen, dat was een strippergozer. Harlem 105, Chinatown, dit is liefde. Harlem 105, Chinatown, niet verliezen. Iedereen in Nederland weet wie je bent. Stokje van Duitsland richting talent. Harlem 105, Merk's reven zijn procent. En met 80 uur radio rocken wij je tent. Iedereen in Nederland weet wie je bent. Het stokje gaat van Duitsland richting talent. Harlem 105, Merk's reven zijn procent. En met 80 uur radio rocken wij je tent.
Even vingertjes op de gang. Hebben jullie allemaal begrepen waar het over ging? Vinger omhoog voor wie begreep waar het over ging. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk, dat is toch wel gauw iedereen. Je kan meteen zien wie de afgelopen dagen niet genoeg heeft geluisterd. Hè? Dat zijn de vingertjes die niet omhoog zijn gegaan. Mannen, het zat er volgens mij allemaal in. Yes. Dankjewel. Jullie Welke bij de volgende recordpoging weer? Sowieso, we zijn er altijd bij, toch? Mooi, man. En Remco, ja. Ik wil trouwens nog heel eventjes, een paar seconden. Ja, want wij hebben iets voor jou. Een cd'tje, het eerste EP'tje, iets van Oefening Baart Kunst. Hij komt pas in december uit, is voor jou een Wessel. Doe je ding. Haal hem in 5, Chinatown, we love you. Wessel, moet je alweer huilen? Ja, nou nee. Bijna. Bijna. Ja. We hebben niet heel veel minuten meer over. Ik zou graag, als het kan, nog één liedje willen draaien. Nou, dat kan. Ja, dat kan. Mij betreft wel. We hebben er nog even over nagedacht. Het zijn de lieve vrienden van Haarlem 105. Het zijn de lieve Haarlemmers die ons allemaal hebben geholpen. Het zijn de bedrijven, de gemeenten. Nou, ik kan wel een eindeloze lijst opnoemen. Maar er is één ding wat ons er echt al die tijd doorheen heeft geholpen. Wessel van Opstal, alle lieve mensen, alle lieve bedrijven. Dank jullie wel. Het was een groot feest. En we gaan langzamerhand de bewijsvoering richting Guinness sturen. We gaan wel zien wat het wordt. Al keuren ze die shit af, het interesseert me ook niks. Het waren 80 geweldige uren. En dat hebben we allemaal gered door de rock en roll. Wessel, zaterdagavond gewoon tussen 5 en 8 op Haarlem 105 neem ik aan, hè? Ik ben, we vinden een weekendje vrij. Het was fijn, het was mooi. Dit is Haarlem 105, lokale radio. En lokale radio wordt nooit meer wat het was. Niet voor ons, niet voor Nederland en zelfs niet voor Berlijn. Dit is Haarlem 105. Ook altijd te beluisteren op haarlem105.nl. Nu het nieuws van 3 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal.